Nou, ik ben Marianne en ik ben met pensioen en ik dacht ik ga iets vrijwilligs doen. En dit is al ook een uitdaging en ook omdat je contact hebt met andere mensen. En ook met toeristen en buitenlandse mensen en zo, dat is echt heel leuk om te doen. Ik ben ongeveer in maart begonnen als vrijwilliger bij de kassa. Ik heb op maandagmorgen van Annemieke, die werkt al jaren, heb ik 3 keer instructie gehad. Dan raak je een beetje bekend met het systeem, zeg maar. Gaat allemaal goed eigenlijk. Alleen als het heel druk is, dan moet je wel alle handen, ja, dan is het goed dat je met z'n tweeën bent, zeker nu met de beleefd wonden, dan moet je die speciale pas moet je scannen en zo, dus dat is dan extra werk, zeg maar. Het is voor iedereen geschikt, voor alle leeftijden en je hebt het snel onder de knie.